Een overwinning deze week voor Faunabeheereenheid Zuid-Holland. De club mag doorgaan met het terugdringen van de Canadese gans. Nu leven er zo'n 20.000 in Zuid-Holland. Dat aantal mag naar nul. Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland maakt hier een zaak van, maar verloor deze bij de Raad van State. Ze zijn niet weg te denken uit onze regio, deze Canadese ganzen. Eigenlijk een kwalijke zaak, want het zijn uitheemse vogels. Oftewel, ze komen oorspronkelijk hier niet vandaan. Ze zitten hier het hele jaar. Ganzen zijn beschermde vogels, maar met een ontheffing mag erop gejaagd worden. Het zijn er te veel en ze zorgen voor miljoenen schades bij boeren. Zo weet ook polderkenner en weidevogel-expert John Kleiweg. Ja, kijk, in de winter wil een boer heus wel het gras kort hebben. Als er geen ganzen zouden zijn, dan scharen ze schapen in om het gras zo kort mogelijk de winter uit te krijgen. Dan hebben ze een mooie, dichte grasmat. Maar als het gras weer in april gaat groeien en die ganzen poepen erin, en dat gaat in de koeien, dat gras wordt aan de koeien gevoerd met uitwerpte erin. De gans wordt in aangewezen gebieden in grote getalen afgeschoten en daar draait John's maag van om. Want dan lopen trekganzen het risico ook door kogels geraakt te worden. Hij pleit voor een andere manier van beheer, namelijk de ganzeneieren schudden. Een Canadese gans legt meestal 6 à 7 eieren. En als je de eieren uit zou halen, dan gaat hij weer opnieuw een legsel maken. Schud je de eieren allemaal of op één na, dan blijft hij gewoon op die eieren broeden totdat hij een ons weegt, zeg maar. Maar dan heb je voor de rest eigenlijk dat jaar geen last dat hij kuikens grootbrengt. En er worden altijd nesten over het hoofd gezien, dus de populatie blijft heus wel in stand. Maar je kan hem in ieder geval reduceren met een soort abortus. Dat vinden wij toch een beter iets als afschot.